Dat was ook, trouwens ook zo met die B-24 volgens mij. Want die werd voortgebouwd in een speciale fabriek aan de lopende band. Nou is een auto aan de lopende band bouwen, dat is al een hele klus, kan ik je verzekeren. En toch zijn de Ford-fabrieken erin geslaagd om die enorme bommenwerpers aan de lopende band te bouwen, 24/7. Met Van Rossum, kunt u mij horen? Ja, we waren gebleven bij de Battle of Britain. En die hadden we afgesloten. En toen had ik gezegd, ja, Hitler zat nu met een probleem, wat nu? Het was duidelijk dat de Engelsen weer, heeft ze toen ook weer zo'n aanbod gedaan, maar goed, dat was zo arrogant en onredelijk. De kans dat de Engelsen daarop zouden willen ingaan, die was er absoluut niet. Maar de Engelsen hadden Winston Churchill als premier, die ook helemaal niet van plan was om met Hitler waar dan ook over in gesprek te gaan. Prachtige redenvoeringen hield in het Lagerhuis. Ja, die mensen die toch de boel doorspoelen, zou ik zeggen, kijken ze naar een stukje van Churchill dan. Hè? Ja, misschien, nou ja. Kennelijk is dat ook al heel te veel van het goede. Ja, het is toch interessant om die redenvoeringen sloegen in de tijd in positieve zin als een bom in van Churchill. Er zijn nog mensen die tranen in de ogen krijgen als ze er naar luisteren. Dus ja, de vraag van Hitler was wat nu? En toen, ja, eigenlijk kwam hij vrijwel meteen op het idee, nou ja, dat is, we gaan dan de Sovjet-Unie aanpakken. Want dat is sowieso, dat heb ik verteld, een zandkastenspiel. Dat is, man, stelt niks voor. Met een week of 9 moet dat gepiept zijn. Want wat hebben we gezien in die Russisch-Finse oorlog? Dat rode legerwerk tot helemaal niets in staat is. Die waren niet ineens in staat om die Finnen meteen neer te slaan. En er wordt dan ook in die zomermaanden al begonnen met planning voor een eventuele aanval op de Sovjet-Unie. Maar het besluit om die aanval op inderdaad uit te voeren, heeft Hitler pas in december van dat jaar 1940 genomen. Maar voordat we dat nu gaan aanpakken, dat is operatie Barbarossa. En daar ligt denk ik ook wel het antwoord op de vraag, hadden ze kunnen winnen? Ja, dan nee. Dat is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Maar goed, er zitten enorm veel ifs zitten daarin, als dan. Oké, maar we gaan het toch wel. We zullen een soort poging in het werk stellen. Bovendien zullen we ook in hetzelfde jaar 41 op een interessant punt komen waar je kunt zeggen, was één ding zeker, ze konden de oorlog niet meer winnen. En dat betekende eigenlijk in Hitlers geval, als hij de oorlog niet meer kon winnen, dan had hij de oorlog eigenlijk verloren. Maar het was een revancheoorlog, dus hij moest hem winnen om, ja, als je niet wil dat je Audi volledig doorweekt raakt, dan moet je ze even, het is wel, ja, voor de vakantiegangen, ja, je zit toch, zal toch in zo'n bungalow tent ergens zitten op zo'n terreintje, wat niet erg waterzeker is, hè, waar de grote plassen blijven staan, wat moet dat verschrikkelijk zijn. En dat je dan krijg je natuurlijk ook herrie in de tent in de meest letterlijke zin van het woord. Van dat de kinderen ook zeggen, laten we maar naar huis gaan. Wat verschrikkelijk moet dat zijn. Maar ja, als je even buien, dat is wel natuurlijk dat je tegenwoordig op buienradar kunt kijken. Dat is toch iets wonderbaarlijks. Maar goed, want meestal klopt het wel. En enkele maal klopt het overigens niet. Laatst ben ik gaan wandelen, terwijl ik had gekeken, dat was zo'n heel dun blauw streepje. Dus ik, nou, dat met een paraplu en een regenjas is dat goed. Nou, het leek wel een gordijn van water. Het was ongelooflijk, werkelijk. Ben je toen onder een boom gaan staan? Ja, ben onder hem. Ik weet, een hele leuke boom. Ik ga niet verklappen waar in het park, want dan voor je het weet staan de 16 mensen onder te schuilen. Ja, die is een soort verdieping in de stam waar je als het ware als persoon, zelfs ik als persoon, gedeeltelijk in kunt verdwijnen. En dan hou je dat die paraplu als afdakje boven. Nou ja. Oh, wat is een speciale boom dan? Ja, dat is een hele bijzondere boom. Maar goed, ik geef daar verder geen rugbaarheid aan. Okay. Het staat ook niet op de Wikipedia, moet ik de mensen teleurstellen, mededelen. Jammer. Ik zou het nu maar wel leuk vinden als er dus een Wikipedia komt over die boom. Want dat zou kunnen. Mensen, ja, kunnen dat gaan schrijven. Alles is mogelijk op de Wikipedia. Ja, er staan ook wel eens dingen op de Wikipedia dat je denkt, nou ja, moet dat nou? Hè? Vooral over popular culture wordt vaak wel heel langdurig en gedetailleerd uitgepakt. Ja. Maar goed, dit terzijde. Nog eventjes één kort. Ik vond op jouw Wikipedia wel grappig dat dus dat hele vaccinatiegedoe, dat staat dat dus ook op.
En dan staat dus dat dat in de volksmond een Van Rossumpje doen is gaan heten. Dat staat ja, dus op die ja, dat had ik al eens gelezen. Ja, doe een Van Rossumpje, dat is wat je doen moet. Je slaagt er niet in om een afspraak te maken. Dan moet je dus niet bij de pakken neer gaan zitten. Dan moet je nog 3 keer bellen. Ja, dat is het, inderdaad, dat heb ik ook gedaan. Maar dat is, dacht ik, bij overheidsinstanties tegenwoordig de meest normale procedure, toch? Ja. Dat je eindeloos blijft hangen. Maar ik moest wel lachen dat dat dus daar staat als een Van Rossumpje doen. Dus nou ja. Ja, nee, dat telefoneren met instanties is een van de verschrikkelijkste dingen die de moderne mens moet doen. Mm. Want dan wordt natuurlijk altijd gesuggereerd dat je daar gewoon kunt bellen en je weet precies hoe dit afloopt. Hè. U bent de 17e in de wachtrij. Wij doen alle denkbare moeite om, nou ja, eerst dacht ik nog, dat is allemaal verzonnen, flauwekul. Ik bel gewoon op een heel gek moment, dinsdag, 4:15, dan... Altijd hetzelfde liedje, op welk moment je ook belt. Je bent altijd de 17 in de wachtrij. En nog triester is dat soms, ik ken de nummers. Bijvoorbeeld bij cardiologie UMC. En dan namen ze de telefoon meteen op. Echt ongelooflijk. Het directe nummer heb je dan? Ja, ongelooflijk. Maar ik belde ik laatst. En ook was ik ook weer de 7e in de wachtrij of zo. Ik denk, oh jee. Nou ja, misschien vakantie of zo, dat weet ik niet, maar... En dan ben je diep teleurgesteld, dan had je een nummer, hè, waar je normaal door een levende persoon te woord gesteld werd. En dan krijg je dit. Ik begrijp ook totaal niet waarom al die instanties deze wantoestand eindeloos laten voortetteren. Hè. Ik heb al eerder het voorbeeld gegeven toch van mijn bank. Die kon je vroeger gewoon bellen. Ik kreeg altijd dezelfde mevrouw. Ja. Hele aardige mevrouw. Dag mevrouw. Wie weet luistert ze wel. Maar ja, dat is allemaal niet meer. Want de banken hebben callcentra. Nou ja, dan hoef je eigenlijk helemaal niet meer te bellen. Dat gewoon niet doen. Nou, Regiobank is volgens mij speciaal voor de ouderen. Misschien moet je daar eens aankloppen. Het is geen reclame overigens dit, maar dat zie ik zoals laatst in Zeeland. En dan zie je dus overal nog, zeg wat, veel banklokalen. De Regiobank heeft dus echt nog lokale kantoortjes overal. Ja, dat is nog wat anders. Ik heb regelmatig gesproken in het verleden voor de Rabobank. Op zoek te hebben van die vergaderingen van zo'n soort van vereniging achter een structuur. Coöperatieve structuur. En op al die vergaderingen, tot mijn lichte verbazing, werd er altijd door oudere personen geklaagd. Die woonden dan in... Noemen ze een dorp. Zundert. Ja, zoiets. Aarle, Rikstel, weet ik veel waar. En er was dan het. Of was aangekondigd dat het Rabo-kantoor dichtging. Of het was ook al dichtgegaan. Als je dan niet meer auto kon rijden, bijvoorbeeld. Of je beschikte toevallig niet over een auto. Was je aangewezen op een busdienst. Die 1 keer per 2 uur Aarle, Rikstel aandeed. Voor om naar het aanpalende stadje te gaan. Waar dan nog misschien een bankvestiging was. En daar werd over geklaagd. En ik vond dat volkomen terecht. Die Rabobank die miljarden winst maakte. Waarom zou je niet een eenmanskantoortje in Aarle-Rikstel kunnen openen? Wat bijvoorbeeld maandag van 9 tot 12 en dan nog 2 momenten in de week. Dat is al ruim voldoende natuurlijk voor beperkt aanbod. Maar nee, dat werd allemaal weggesaneerd. Wat een achterlijk asociaal beleid. Voordat we weer hele boze mensen krijgen die zeggen, wat wijken jullie veel af. Nou ja, overigens zijn ook heel veel mensen die dat leuk vinden hoor. Dus moet ik erbij zeggen. Ah, dat ja, God, het is vervelend. Maar het is een karakterzwakte waar ik al heel erg lang aan leid. En bovendien maak jij het erger dan het is. Ja, voortdurend al over Aarle-Rikstel te beginnen. Sorry. We waren gebleven. Bij het feit dat Hitler besloten had om de Sovjet-Unie aan te vallen. Maar dat ik vervolgens had gezegd, we moeten voordat we zover zijn, moeten we nog een aantal andere interessante vraagstukken bespreken. En die zal ik vast aankondigen. Dan weten de mensen ook waar welke kant het op gaat. En dat is natuurlijk de kwestie van de coderingsmachines. Die een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Omdat men geprobeerd werd natuurlijk op die dingen, die berichten te ontcijferen. Die gecodeerde berichten te ontcijferen. En dat is de strategische bombardementen. Hebben die nou wel nut gehad of hebben die nou geen nut gehad? En dat is de slag om de Atlantische Oceaan, waar in het algemeen weinig aandacht aan wordt besteed, maar die toch een hele essentiële rol heeft gespeeld. Omdat Engeland volledig afhankelijk, nou dat is onzin om te zeggen, maar voor een deel afhankelijk was van aanvoer van voedsel en andere grondstoffen uit de Verenigde Staten.
Dus laten we eerst maar met die coderingszaak beginnen. Er bestond een coderingsmachine die door de Duitsers werd gebruigd. Dat heet de Enigma-machine. De raadselmachine. Enigma is een raadsel in het Engels. Dat was merkwaardig genoeg een uitvinding van een Nederlander. Maar de Duitse Weermacht en ik dacht ook de Duitse Kriegsmarine hadden al in de jaren 20 het recht gekocht om die coderingsmachine te gebruiken. En dat was een machine waarbij berichten mechanisch gecodeerd werden. Maar er waren zoveel miljoenen varianten dat het was enorm lastig om de code te breken. Nog steeds geldt eigenlijk dat als de codeerder zich keurig aan de voorschriften hield en met enige regelmate de sleutel van de code veranderde, dan was het eigenlijk niet te kraken. Maar in de praktijk, je zou het van de Duitsers niet verwachten, maar toch in de praktijk werd er vaak slordig gewerkt met de Enigma-machine en werd de sleutel niet regelmatig vernieuwd. En enkele maal als de sleutel vernieuwd werd, dan... Ja. En die machine, of althans het principe van die machine, was door een Duitser al aan de Engelsen en de Fransen doorgebriefd in de jaren 30. De Engelsen en de Fransen, geheel in overeenstemming met de zorgeloosheid van de jaren 30, die hadden daar niet zo verschrikkelijk veel interesse in. Maar het was ook doorgebriefd aan de Polen. En die hebben er een aantal wiskundigen aangezet. Heel interessant. En die hebben zelf een machine gebouwd om te kijken hoe het werkte. En dat bleek een enorm goede voorzet te zijn. Want je begrijpt, nu zijn we ondertussen een beetje 1940 gearriveerd. En nu was het een hoogst interessante vraag of de Engelsen in staat zouden zijn om die Duitse codeberichten te lezen. Zowel van de Weermacht als van de Kriegsmarine. En die hebben een heel centrum ingericht in Bletchley Park. Dat was een soort van buitengoed. En daar hebben ze allerlei lui die echt konden nadenken of iets van wiskunde begrepen of van getaltheorie, weet ik veel. Die hebben ze daar bij elkaar gezet. En dat heeft enorme effecten gehad in die zin dat ze vrij snel in staat waren om een groot deel van de berichten te lezen. Ik begreep dat vooral de Luftwaffe kennelijk een halende slordige kant was. Dus dat was vaak wel duidelijk. Maar dat geldt ook voor de berichten van de Kriegsmarine. En dat speelde met name een rol bij die strijd op de Atlantische Oceaan. Want die duikboten, dat begrijp je, die moesten radiografisch contact hebben met hun thuisbasis. Het is nog wel zaak er even op te wijzen natuurlijk dat door de verovering van Frankrijk Duitsland ineens zijn duikboten kon stationeren aan de oceaankust. Voor die tijd moesten ze op een vrij ingewikkelde wijze eerst richting oceaan. Er moet ook opgewezen worden dat de Duitsers een oceaangaande duikboot hadden geconstrueerd. Ik heb het al eerder gezegd dat Duitsland eigenlijk gezien al die wensen om een oorlog te voeren slecht voorbereid was. In 1939 hadden ze maar 19 van die zeegaande duikboten. Of oceaangaande duikboten die een grote actieradius hadden. En ik moet zeggen, dat hebben ze natuurlijk veel aan gedaan. Ze hebben in een jaar in 41, 42 en tussen 43 enkele honderden van die grote duikboten gebouwd. Wat natuurlijk ook geen kattenpis is, want een duikboot is een enorm ingewikkeld toestel. Kun je een beetje begrijpen hoe dat zit. Dan keren wij weer terug. Nee, we zijn nog steeds bezig met die Enigma. Maar misschien op een aantal punten, niet waar, hebben de Engelsen daar voordeel van gehad. We zullen zien, in Noord-Afrika hebben ze daar voordeel van gehad. En ze wisten vaak, ja, wanneer bijvoorbeeld grote aanvallen zouden worden uitgevoerd. En ze wisten wat die duikboten uitspookten op de Atlantische Oceaan. Nu keren we terug naar de Atlantische Oceaan. Keren we terug, ik geloof dat we er nog niet waren. Maar goed, we gaan naar de Atlantische Oceaan. Want aanvankelijk was dat Duitse duikbootwapen, dat was enorm effectief. Dus er werd op grote schaal werd er getorpedeerd. Je kunt tegen duikboten kun je redelijk verdedigen. Duikboten hebben ook zwakheden. Ik zal maar zeggen, willen ze schepen aanvallen, oppervlakteschepen, dan moeten ze aan de oppervlakte komen. En onder water varen ze veel te langzaam om bijvoorbeeld zelfs maar een konvooi bij te houden. Dus dat op dat punt zijn ze in principe kwetsbaar.
Ja, door convoyeren kun je schepen vrij redelijk beschermen. Dus dan ga je in groepen en dan word je beschermd door een aantal oorlogsschepen die rond het convoy varen. Maar dat neemt niet weg dat zeker in bijvoorbeeld in 1942 echt het er dramatisch uitzag dat er miljoenen tonnen werden getorpedeerd en dat men echt dacht, als dit zo doorgaat, als we niet een of andere manier een methode vinden om dit serieus aan te pakken, dan is dat, staan we er beroerd voor. Daar komt nog bij dat de Amerikanen eigenlijk dat gevaar van die duikboten enorm onderschatten. Dus hun hele kust was gezellig en hel verlicht, alsof het helemaal geen oorlog was. Wat natuurlijk in 40 ook nog niet het geval was. In 41 dan natuurlijk weer wel tenslotte, althans na 7 december. En dat betekent dat schepen die bij die kust voeren, niet waar, die hebben dan tegen die verlichte achtergrond een zwart silhouet. Dus daar werd aan een lopende band getorpedeerd. En wat er eigenlijk nodig was totale verduistering in die Amerikaanse kustzone. Waar ze, neem ik aan, later wel toe hebben besloten. Maar goed, er waren dus factoren die het probleem nog erger maakten. Een van de problemen was dat de meest effectieve duikbootbestrijding, dat ging per vliegtuig. Die vliegtuigen waren uitgerust met speciale soorten van radar en speciale dieptebommen. Nou ja, als ze er een opspoorde, was de kans dat hij het overleefde niet zo verschrikkelijk groot. Maar aanvankelijk hadden ze geen vliegtuigen met een zodanige actieradius dat ze de hele Atlantische Oceaan konden bestrijken. Ja, de kijkers zien dat niet, maar ik maak nu een heel leuk gebaar. Niet waar, waarbij ik de hele Atlantische Oceaan even met de vinger aanwijs. En dat leidde tot het bestaan van de zogenaamde Atlantic Gap. Dat was een strook van een kilometer of 600, waar die vliegtuigen konden niet zo ver komen. Dus die Duitsers hadden eigenlijk een relatief rustig gebied, waarbij ze konden, niet waar die verschillen, want ze opereerden vaak in groepen, die duikboten, een soort van wolfpacks heette dat, geloof ik. Nou, niet in het Duits natuurlijk, maar goed. Maar daar waren ze in principe veilig. En die situatie verandert in 1943, want dan komen er lange afstandsbommenwerpers ter beschikking, B-24 Liberators. En die hadden een veel grotere actieradius en eigenlijk vanaf dat moment gaat het enorm slecht met de Duitse duikboten. Ik geloof dat in 1943 al meer duikboten zinken dan ze zelf getorpedeerd hadden. Dat was punt 1. En dan dat die duikboten hebben, die campagne heeft zich eigenlijk nooit meer hersteld van het feit dat ze zo ontzettend kwetsbaar waren geworden. Bij mijn weten is het zo dat duikbootwapen, om het even zo te zeggen, hadden de bemanningen, of laten we zeggen de soldaten, als je ze zo wil noemen, of de matrozen, de geringste overlevingskans van alle gevechtsonderdelen van het Duitse leger. Dus de kans dat je om het leven kwam, die was echt gigantisch groot. Werk op een duikboot was in feite een soort verklaring dat je het niet ging overleven, die oorlog. Daar kwam nog bij dat natuurlijk dat op een goed moment de Amerikanen zo ongelooflijk veel schepen bouwden in de Tweede Wereldoorlog. Dat er heel wat tot zinken kon worden gebracht zonder dat we daar eigenlijk verschrikkelijk veel last van hadden. En dat was eigenlijk omdat de Amerikanen die bouwden Liberty schepen. Leuke naam, hè? Liberty schepen. En die zijn erin geslaagd om dat, laten we zeggen, tot een soort serieproductie te ontwikkelen. Dat was ook trouwens ook zo met die B-24 volgens mij. Want die werd fortgebouwd in een speciale fabriek aan de lopende band. Nou, is een auto aan de lopende band bouwen, dat is al een hele klus, kan ik je verzekeren. Een auto heeft ongeveer 5000 onderdelen. Misschien een moderne auto wel iets meer, dat weet ik eigenlijk niet precies. En het is heel lastig om dat goed georganiseerd aan de lopende band. Maar ik geloof dat een vliegtuig heeft 50.000 onderdelen of zoiets dergelijks. Dat weet ik niet precies hoeveel, maar in ieder geval heel wat meer dan een auto. En toch zijn de Ford-fabrieken erin geslaagd om die enorme bommenwerpers aan de lopende band te bouwen. 24/7, dus ik weet niet. Ik geloof dat er elke uur zo'n ding in de fabriek uitrolde. Zoiets was het. Wat natuurlijk een immense prestatie was. En eigenlijk hebben ze dat kunststukje ook geleverd bij de bouw van het Liberty-schip. Dat was een betrekkelijk klein, vrij simpel geconstrueerd vrachtschip.
na de oorlog zijn al die vrachtschepen nog talloze jaren gebruikt. Omdat ze ook zo goedkoop waren. Denk ook aan al die DC-3's of die vliegtuigen. Ja, het was natuurlijk in die oorlog zo geconstrueerd wat alleen voor de oorlog bestemd was. Dat er na de oorlog, ik geloof dat bijvoorbeeld kraanwagens, dat is in Nederland nog tot in de jaren 60, waren dat Amerikaanse dingen of die stonden op een Amerikaanse frame. Ja, en hoe bouw je een schip aan de lopende band? Door eigenlijk de onderdelen eerst elders te prefabriceren. En op het juiste moment, en als je het allemaal goed georganiseerd, komen al die onderdelen samen op de werf en dan werd de hele boel aan elkaar gelast. Want natuurlijk vroeger was het met van die klinknagels, ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Mm. Hartstikke leuk, hè? Die klinknagel wordt eerst warm gemaakt en dan gooien ze hem zo over. Dat is echt een geweldig om te zien, maar het is wel een vrij bewerkelijk proces natuurlijk. Je kunt beter lassen. En ze, ja, die Liberty, ik geloof dat ze tenslotte in 5 dagen een schip bouwden. Maar goed, dat werd dus samengesteld uit onderdelen. Trouwens, ook een auto bestaat voor een heel belangrijk gedeelte uit onderdelen die niet in die fabriek worden gemaakt, maar die precies just in time moeten worden aangeleverd om in die auto te worden gezet. Denk aan het chiptekort op dit moment bij de autobouwers, wat een dramatische zaak is, want overal dreigen lopende banden tot stilstand te komen. Ja, sorry luisteraars dat ik weer even afgedwaald ben, maar de wereld zit ingewikkeld in elkaar en mijn hersens zitten ook ingewikkeld in elkaar en dan gaan al die lampjes branden en nou, dan moet ik even uitleggen hoe het ingewikkeld het is om iets aan de lopende band te maken. Ik zou je ook aanbevelen, er zijn hele leuke filmpjes van. Kijk eens naar zo'n moderne fabriek of ga er eens op bezoek. Dan begrijpt u eigenlijk pas iets van de industriële samenleving waarin u leeft. En die bestaat dus niet uit talkshows op de televisie. Die bestaat uit immens complexe productiecentra van hele ingewikkelde producten. Bijvoorbeeld Netcar? Ja, nou ik moet zeggen, daar hebben wij vanwege het tijdschrift Maarten hebben wij gevraagd of we daar een rondleiding en een uitleg konden krijgen. Geen sprake van. Helemaal niet. Ik weet niet of ze daar geheimen beschermen. Ik heb geen flauw idee. We hadden dat wel gedaan bij Shipyard Dame in Gorkum. En dat was hartstikke leuk en ontzettend leerzaam. En die vonden het ook leuk om te doen. Maar Netcar, je voelde daar helemaal geen kloot voor. Dat was wel duidelijk. Ik weet niet vanwege misschien mijn anti-Limburgse propaganda. Ja, daar wordt ook wel eens met drugs gehandeld, hè? In die grote hallen. Dat, oh ja? Ja, ja. Moet je maar eens op zoeken. Dat is een tijdje geleden in het nieuws geweest. Dat daar dus die mensen die daar aan die band staan, dat die daar ook met drugs en dergelijke deden. Ik weet niet of dat nog steeds speelt, maar dat, laat ik zo zeggen, daar zijn wel. In principe moet het zo georganiseerd zijn dat je daar niet alle vrije tijd van de wereld hebt. Nee, maar zij moesten toen in een hele korte tijd heel veel mensen aannemen, omdat ze toen die productie kregen vanuit Duitsland, vanuit BMW. Wat ja, die gaat nu weer weg. Dus precies, dat houdt dan vanzelf op. Maar het, ja, het, sowieso is het nuttig om eens te kijken naar de, laten we zeggen, de wetenschappelijke en industriële kant van onze samenleving. Want we lullen de hele dag over dingen die totaal onbelangrijk zijn op die televisie. Maar we hebben het in feite niet over de kern van de aard van ons type van samenleving. Een leuk tv-programma. Ja, dat zou het zeker. Daar zou je iets moois van kunnen maken, naar mijn idee. Zal ik het raampje weer openen? Dat is weer dat kan wel weer openen. Maar hoe? Overigens, deze keer hebben we geen katten ook. Nee, de kat Kees, die hier geloof ik iets verderop woont, die is enkele dagen. Ja, dat is zo'n ondernemend dier. Je hebt gezien dat hij bij ons eigenlijk de auto binnen was, gewoon aan het klimmen was. Jij bleek bang voor katten te zijn, maar Kees verder een best beest, maar ongelooflijk jong en nieuwsgierig. Dus ja, hij was in een van die huizen binnengelopen en die mensen waren met vakantie gegaan, hadden niet gemerkt dat hij daar zat. Dus hij is enkele dagen zoek geweest. Maar ja, je hebt hier een straat-app en zodoende Kees bleek gewoon echt voor het raam te zitten en naar buiten te roepen dat hij opgesloten was. Ja, er was wel nog gevraagd of er een foto is van Kees. Veel mensen wilden Kees wel even zien. Ja, Kees, een prachtige kat. Ik kan niet anders zeggen. Een prachtige kat. Hele mooie ogen. Maak ik hier een foto van hem? Ja, ik heb geen foto van hem, maar goed, ik zal proberen om Kees te verleiden tot een fotografie-sessie. Dat zal ik proberen. Ja, we zitten nog steeds op die oceaan. Nu weten we eigenlijk zo'n beetje 42 was het absolute dieptepunt. Waarbij het echt, nou ja, want het is natuurlijk een soort omslagpunt waarbij je
waarbij er meer verloren gaat dan in principe bijkomt. Maar 43, dan verandert eigenlijk de situatie vrij fundamenteel. En er worden echt gigantische hoeveelheden Duitse duikboten tot zinken gebracht. En worden ze ook teruggeroepen van, vragen ze af, wat moeten we daar precies aan doen? Op de lange termijn bleek daar eigenlijk niets aan te doen te zijn. Daar kwam het in grote trekken op neer. Nou, wat was het volgende probleem wat we aan de orde wouden stellen? Dat waren die bombardementen, niet waar? Die strategische bombardementen. En de vraag, was dat nou moreel verantwoord? Had het überhaupt militair gesproken enige zin? Want wat was het probleem? Dat er in het interbellum uitgebreid geschreven was over dat de bommenwerper die zou beslissend zijn in de volgende oorlog. En de bommenwerper was onkwetsbaar en die kon alles met een enorme precisie, kon die van alles en nog wat raken. Al die fabrieken, zal ik maar zeggen, waar we het even over hadden. Dus de nieuwe oorlog dat zou heel snel beslist worden door vloten van bommenwerpers. Nou ja, de enigen die daar werk van hadden gemaakt waren de Engelsen en de Amerikanen. Die hadden bommenwerpers ontworpen voor dat type van werk. Denk aan de B-17, het vliegende fort van de Amerikanen. Een gigantisch ding. Later nog veel groter de B-29 en dan krijg je de B-52. Goed, dat kunnen mensen ook allemaal even in de Wikipedia opzoeken hoe dat precies in elkaar zit. Wordt keurig beschreven allemaal. Heel uitgebreid trouwens, als u het interesseert. Dat is ook een prachtig vliegtuigmuseum in Engeland, waar u ook heen kunt. Er staat een hele complete B-52. Als je binnenloopt, loop je tegen de cockpit aan eigenlijk. En dan denk je, zou het ding er helemaal staan? Ja, kom je helemaal aan links, helemaal naar rechts. Dan heb je de tipjes van de vleugel. Maar goed, dat is wel post-Tweede Wereldoorlog. Dat dan weer wel. Ja, al heel snel bleek eigenlijk dat die bommenwerpers, dat die ontzettend kwetsbaar waren als ze overdag bombardeerden. Je kon ze als zieke vogels uit de lucht schieten, bij wijze van spreken. Dat niet alleen, maar bovendien hadden ze de grootste moeite om iets te raken. Ze bombardeerden wel, maar vaak zo onnauwkeurig dat de Duitsers zich afvroegen, waarom is hij eigenlijk precies, wat zouden ze eigenlijk beoogd hebben? En de Duitsers waren natuurlijk zelf begonnen met bombardementen op Engeland tijdens de Blitz. Die 40.000 Engelsen het leven heeft gekost, maar strategisch eigenlijk volledig geen enkele betekenis had. Dus de vraag was nu, als ze zo kwetsbaar zijn overdag, als ze feitelijk niks behoorlijk kunnen, als ze een enkel doel niet behoorlijk kunnen raken, wat doen? Wat gaan we dan doen met die dingen? Hoe gaan we bombarderen? En de enige oplossing die er was, en dat is ook tenslotte de oplossing die gekozen is, is dat het enige doel wat ze wel redelijk konden raken waren stadscentra. Dus dat is zo'n ontzettend groot doel, dat kun je nog wel vinden met een beetje kaart enzovoort. Waarbij die bommen natuurlijk in principe min of meer ordeloos naar beneden vielen en ook niet gericht op specifieke doelen waren. Maar stadscentra, die kon je bombarderen. En dat is, laten we zeggen, area bombing heet dat. Tapijtbombardement, om het maar even zo te noemen in een, denk ik, de Nederlandse vertaling. Holland Riooltechniek passeert ons. Die is al tijdenlang in de straat. Er moet ergens wel iets grondig mis zijn. En dat is wat ze gedaan hebben in feite. Area bombing. En daar is achteraf natuurlijk enorm bezwaar tegen gemaakt. Want je begrijpt wie hier voornamelijk de pineut waren. Namelijk de burgerbevolking natuurlijk. De klassieke voorbeelden van Hamburg. Ik denk ook in 1943. Daar waren een firestorm ons. Er werden natuurlijk brandbommen gebruikt. En als een stad eenmaal brandt, dan heeft dat kan dat een gigantische intensiteit bereiken. Daar zijn toen 40.000 mensen bij om het leven gekomen. Dus had je er eigenlijk iets aan? Je kon wel veel kapot maken, namelijk die stadscentra. Na de oorlog, als je zeker de eerste 10 jaar na 1945, als je in een Duitse stad was. Ik herinner mij dat ik met mijn grootouders met vakantie ging naar Zwitserland. En dan kwam ik geloof door Krefeld, omdat die autobanen, die waren er nog niet. En het was verbijsterend, het waren allemaal ruïnes. Ik zie nog die jongetjes, die kindertjes uit die kelderwoningen tevoorschijn komen met die rare Duitse rugzakjes op. Hè? Wat een soort van
stevige vierkante doosjes zijn die ze op de rug hebben. Ik was geschokt als kind. En dan moet ik zeggen, ik was natuurlijk opgegroeid in Wageningen. En daar was ook, daar had met name artillerie omvangrijk huis gehouden. Maar zoals wat je in Duitsland zag, dat was toch sterke kost. Zelfs toen ik in Mainz werkte dat jaar, waar ik het net over had, was eigenlijk een, waren allemaal nog overal in de stad lege plekken ten gevolge van de bombardementen. Pas, ik was daar in 71, pas 20 jaar later was dat allemaal verdwenen. Zou je kunnen zeggen, was pas de schade van de oorlog werkelijk hersteld daar. Dus dat, ja, het was enorm. Vandaar dat, nou, denk aan, fameus is natuurlijk het bombardement op Dresden. Dat is niet waar, op het moment dat de Tweede Wereldoorlog feitelijk is afgelopen. En, nou ja, Dresden was een, had een prachtige architectuur. Zo is allemaal heel redelijk hersteld. Maar dan zetten ze het weer vol met plastic tenten waar je denkt, wat is dit toch voor een krankzinnigheid. Ja, ik was in Dresden een tijdje geleden. Prachtig om te zien allemaal. En dan staat op het binnenterrein van dat prachtige ding waarvan ik nu even de naam kwijt ben. Het staan allemaal van die witte plastic tenten. De meest vreselijke dingen die de mensheid heeft uitgevoerd om zich tegen de regen te beschermen. Ja, was dat nou nodig geweest? Bovendien, Dresden was vol met vluchtelingen. Daar zijn tienduizenden doden gevallen bij dat bombardement. Was dat nou nodig? Hadden ze niet beter dan maar helemaal niet kunnen bombarderen? De reeds genoemde Richard Overy heeft daar een dik boek over geschreven. En die heeft dat uitgezocht. En zei, ja, toch is het zo dat de Duitse luchtverdediging, die was noodzakelijkerwijs zo omvangrijk. Ze moesten jagers omhoog om op die bommenwerpers te schieten. Er was natuurlijk luchtafweer, geschut was het nodig. Er was een hele organisatie nodig. En Duitsland zou effectiever hebben kunnen vechten aan de diverse fronten als die luchtafweer niet noodzakelijk was geweest vanwege die omvangrijke bombardementen. Zeker tot 43, 44 blijven die verliezen onder die bommenwerpers enorm hoog. Ook daar was het. Je was ook na een aantal missies, dan hoefde je niet meer, maar de risico's waren aanzienlijk. En dat houdt eigenlijk op in het laatste oorlogsjaar, wanneer ze eindelijk een jager hebben, de Mustang, de P-51 Mustang, die in staat was om mee te vliegen met die bommenwerpers naar Duitsland, ze te beschermen tegen Duitse jagers en dan weer met ze terug te vliegen. Meestal omdat ze waren voorzien van extra benzinetanken. Ja, daar kan ik ook een hele leuke anekdote over vertellen. Maar ja, de luisteraar die wil dat allemaal niet, dat gelul er tussendoor. Dus dat gaan we nou even niet doen. Wat hebben we nou nog meer? Dit zijn de strategische bombardementen. Die dus toch strategischer achteraf blijken te zijn na dat onderzoek dan wij wel een tijdje gedacht hebben. Want er was veel afkeer van, ja, zijn dit niet, is dit gewoon moord op burgers die dit verder ook niet kunnen helpen? Ja, ja, daar zit wellicht wat in. Wat hadden we nu als derde onderwerp, heb ik nog wat aangekondigd. Hè? De coderingsberichten hebben we gedaan. We hebben de strategische bombardementen gedaan. Oh ja, en we hebben de Atlantische Oceaan gedaan. Dat hebben we allemaal gedaan. Maar nog steeds zijn wij niet bij Barbarossa. Want er moet er nog een andere campagne worden genoemd. En dat betreft eigenlijk de Middellandse Zee in bredere zin. Of liever gezegd de Italiaanse ambities. Zodra Mussolini in het snotje had dat het wel goed ging met die Duitse oorlog, heeft hij ook de Engeland en Frankrijk de oorlog verklaard om zijn grote ideaal, namelijk Mare Nostrum, Middellandse Zee als een gebied van het Italiaanse imperium. Hè, omdat, want had natuurlijk Abyssinia al veroverd in de jaren 30, met alle gevolgen van dien. Gaan we nu ook niet gedetailleerd op in. Het wonderlijke is natuurlijk dat die drie landen, Duitsland, Italië en Japan, daar komen we later al over te spreken, dat die bezig waren te proberen een imperium te veroveren. Natuurlijk naar voorbeeld van ja, wat iedereen, waar iedereen mee opgegooid was, die toen iets te vertellen had. Namelijk The Greatest Empire Ever, even afgezien van het Romeinse Rijk. Het British Empire, zoals je weet ging daar de zon nooit onder. Dat is eigenlijk gigantisch groot. Dat is onbegrijpelijk hoe de Engelsen het bij elkaar hielden. En dat is het wonderlijke, dat deze drie landen streefden, hadden imperiale ambities op een moment eigenlijk, wat niemand nog aan zag komen, dat het met die imperia gebeurd was.
Omdat natuurlijk na 1945 het Engelse imperium in no time verschrompeld is. Nou, de Fransen hebben nog op een aantal punten geprobeerd het te behouden zonder enige zin. Dat heeft ze twee verschrikkelijke conflicten opgeleverd waar ze tenslotte het loodje in hebben gelegd. Namelijk in Algerije en in Vietnam. Ik verwijs naar het Nederlands. Wij hadden natuurlijk ook een imperium. Nou ja, dat heeft ook niet lang geduurd. Dat in 1949 was dat ook afgelopen. Dus het gekke is dat ze eigenlijk bezig waren imperia te veroveren op het moment dat het hele idee dat je iets aan een imperium had eigenlijk uit de tijd was geraakt. Dat bovendien de lokale bevolking er was gewoon genoeg van bleek te hebben om voortdurend onderdrukt te worden door lui die uit West-Europa kwamen aanvaren of aan later aanvliegen. En nog veel gekker is natuurlijk dat deze landen na de oorlog die zij allemaal hebben verloren, want dat, ja, jammer dat we op deze zaak vooruit moeten lopen, maar Duitsland heeft verloren, Italië heeft verloren, Japan heeft verloren. Het is natuurlijk leuker als je het spannend houdt. Dat je zegt van ja, we weten het nog niet helemaal zeker hoe dit gaat aflopen. Precies een cliffhanger. En we stoppen ergens. Dat je denkt, dat de mensen de volgende week geen oog dicht doen omdat ze zo... Ja, ze willen ook niks aan de Wikipedia opzoeken. Dus enzovoort. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke zaak. Toen hadden ze alle drie verloren, na de oorlog. En in het bijzonder, de Duitsers en de Japanners hebben toen een heel ander soort imperium opgebouwd, waar niemand voor die tijd aan gedacht had. Namelijk door de export van industriële producten van hoge waarde. Want zowel natuurlijk de Duitsers als de Japanners zijn een beetje, we hebben nu die Chinezen erbij gekregen, maar waren ze een beetje de succesvolste exporteurs van industriële producten. Wij zitten in zo'n product van de Duitse industrie. En nog beter had je natuurlijk een Japanse auto kunnen kopen, want die zijn nog iets solider in elkaar geschroefd dan Duitse auto's. Maar ja, je kunt ook denken aan camera's, aan alles wat complex in elkaar steekt. Dat is het eigenaardige. Ja. Ik weet niet of ik dat het al verteld had. Je had een bekende anekdote. 1989, we lopen iets op de gebeurtenissen vooruit. En nou ja, de Koude Oorlog was plotseling afgelopen. En dan is het... The Cold War is finished. Germany and Japan won. Ja, en als exportlanden, ze waren enorm. Dat hele herstel na de oorlog is uniek succesvol geweest. En zowel de Japanse als de Duitse industrie was in staat om zeer hoogwaardige producten te leveren die iedereen dolgraag wilde hebben. Vooral omdat met name Amerikaanse producten niet altijd even hoogwaardig bleken te zijn. Ik zwijg nog van Engelse industriële producten. Ja, sorry dat we even een beetje weer... Amerikaanse auto's zaten vaak enorm slordig in elkaar. En ik zei, laten we even terugdenken voor de ouderen onder ons. Een Engelse motorfiets. Vroeger was iedereen op een Engelse motorfiets. Een Matchless of een Norton. Wat had je allemaal niet op dat terrein. De Engelse motorindustrie is simpelweg verdwenen. Weggeconcurreerd. Ik weet nog dat de eerste Honda's kwamen. Nou, dat was lachen geblazen, die Japanners met zijn motorfietsje. Maar ja, ze waren toevallig wel allemaal 100 keer beter dan die Engelse motorfiets. Ook weer op het punt van kwaliteit, betrouwbaarheid. Het zat beter in elkaar, er was beter over nagedacht. Ze liepen niet achter, technologisch, enzovoort. De Engelse auto-industrie. Duitsland heeft verloren, Engeland heeft gewonnen. Maar de Duitse auto-industrie is een van de meest dominante pijlers van de Duitse economie. En van de Europese economie, zo je wil. En de Engelse auto-industrie, die bestaat niet meer. Ja, daar zijn er wel al wat fabrieken, maar dat zijn meestal fabrieken die in bezit van buitenlandse bezitters zijn. En Nissan en BMW bijvoorbeeld hebben fabrieken in Engeland, maar dat is niet Engels. Alle Formule 1 auto's worden in Engeland gebouwd. Dus die niche-industrie, die is er wel, maar ja, wie koopt er nou een Formule 1 auto? Hè? Nou, Max? Nou, die heeft dat niet gekocht, die mag erin rijden, dat is die meneer die blikjes produceert. Die, Red Bull. Ja. Red Bull, die heeft hem een plaats aangeboden. Ja, ze mogen wel maar 3 keer per seizoen van motor wisselen, hè? En begint nu aan zijn laatste motor al, Max. Oh jeetje, dat zal binnenkort weer bijtrappen worden. Nou, ja.
We wachten even af. Ja, we zijn er ook absoluut zeker van in Nederland dat hij wereldkampioen wordt. Hij staat nu wel achter. Ja, ik volg dat nogmaals. Ik heb me ooit geïnteresseerd voor de Formule 1, maar dat is lang voorbij. Lang geleden. Nou, Annemieke van Vleuten heeft wel gewonnen, hè? Oh ja? Ja. Wat heeft ze nu gewonnen dan? Nou, San Sebastian en in Noorwegen ook nog. Oh, heeft ze dat gewonnen? Ja. Een hele deftige wedstrijd. Ja. Had ik weer helemaal niet opgemerkt. Je ziet, ik werk veel te hard. Ja, dan schiet mijn boekje niet op, joh. Dat is verschrikkelijk. Oh, je bent een boek aan het maken weer? Heb ik al meerdere malen verteld, maar voor reclamedoeleinden gaan we het nog een keer doen. Niet hier, hoor. Jij hebt misschien een tijd geleden, maar... Ja, ik was van plan een boekje te schrijven over de eerste 20 jaar van de nieuwe eeuw. Oh ja, dat heb je verteld, ja. Ja. Een tijdje 2020, dat is ook een leuk jaartal en zo, dat heb ik verteld, toch? Nou ja, dan kijk je dus naar en zie je toch, ja, dat in allerlei opzichten die 20e eeuw eigenlijk, of die 21e eeuw, eigenlijk al ruimschoots begonnen was voordat die begonnen was. Namelijk in de jaren 70 van de vorige eeuw. Dus daar ben ik aan begonnen. Ik had gedacht aan een leuk essay van, nou ja, pak een beetje, ik schrijf meestal van die ongeveer 20.000 woorden of zo. Maar het is helemaal ontspoord. Dus ik ben nu bezig met de interventie in Afghanistan. Nou ja, dat is, we zitten hier in najaar 2001 en ik zit op 27.000 of 28.000 woorden. Dus je voelt daar wel, er is iets helemaal misgegaan. Dus ik moet enorm hard werken. En ja, soms is het complexer dan ik gedacht had. Je kunt dat Afghanistan kun je heel kort samenvatten. Ja, dan ben je misschien een half A4'tje bij klaar. Maar als je dus een beetje wil beschrijven wat er eigenlijk gebeurd is en waarom het misgelopen is, dan ben je niet met een half A4'tje klaar. Maar je hebt geen deadline. Nou, ik had een deadline, maar ik heb natuurlijk, verstandig als ik ben de uitgever, al maanden geleden gebeld dat ik die deadline zeker niet ging halen. Nee. Dus ik heb gisteren geworsteld met Afghanistan. Het zit ook ingewikkeld in elkaar. En ik moet zeggen dat de Wikipedia-stukken over Afghanistan ook niet uitblinken door gestructureerdheid of helderheid. Het is een rommeltje. Zoveel is wel duidelijk. Het begin gaat nog wel, maar... Zeker na 2006, 2007, dan loopt het wel een beetje uit de hand. Dus ik heb nu toch gezegd, ik heb reclame gemaakt van die Wikipedia. En ik heb nu ook gezegd dat op dit punt zou ik het, Afghanistan kan beter herschreven worden naar mijn idee. Misschien kunnen ze zich ook oriënteren op wat ik ervan ga maken. Maar dat kost enorm veel tijd. Hè? Want je denkt, ach, Afghanistan zo gepiept, nou. En daar ben je dan toch 2-3 dagen bijna mee bezig om daar enige helderheid in te krijgen. Ja, zo schiet het allemaal natuurlijk geen donder op. Maar ja, je vroeg ernaar, dus dan moet ik wel. Hè. Dan moet wel iets over dat boekje vertellen. Want daarom had ik Annemiek van Vleuten jammer genoeg ook gemist. Dat had kort een gevoel van euforie in mij op kunnen wekken. Tjonge, hoe is het mogelijk, niet waar? Dat iemand die ook in de epidemiologie is afgestudeerd, ook nog deze race in San Sebastian heeft gewonnen.